Het zonnetje schijnt, de ideale dag om je stalen ros uit de schuur te halen om in onze fietsfuik te lopen. Compleet met verborgen camera's en bemand door André van der Toren, vandaag smaakvol uitgedost in oranje hesje en plaksnor. Toornstra, André Toornstra van de NCBT. Ja, de Nederlandse Controlebond Tweewielers. Mag ik weer even de kant hebben? U mag even hier komen staan. U mag eens aan de kant. Jij is hier. Heeft u alcohol gedronken of niet? Heeft u gedronken? Nee. Moet ik even in mijn gezicht blazen? Mag ik even ruiken? Nog één keertje. Nog één keertje. Ik ruik wat anders. Niet. Mag ik nog één keertje? Heb je pasje? Ja, ik heb een pasje. Ga ik zo laten zien als hij geblazen heeft. Ja, uitstekend. Dat is goed. Ik wil even kijken of deze fiets gestolen is. Waar staat het frame-nummer? Zou u de fiets even om kunnen draaien? Iedereen in Nederland moet onmiddellijk zijn frame-nummer kennen, eigenlijk. Staat meestal hieronder. Ja, staat meestal hieronder. Ik vraag nu, u heeft een fiets. Dus uw eigendom, is die fiets soms gestolen dat u het niet weet? Hallo, mijlkamer 31469 Amsterdam. Ja, hier, kom binnen. Ik wil even fietsen checken. BSP, zwart, type Donau. Achterlicht smart. Deze fiets is inderdaad gestolen, het is een code rood. Die kan blijven staan waar die staat. De fiets is niet gestolen, dat kan helemaal niet. Maar het is een code rood. Betekent dat deze fiets gestolen is? Deze hebben we bij een officiële winkel gekocht. Ik heb zelf een bewijsje nog van die winkel. Hallo? Ik heb die fiets hebben we gekocht. En... helemaal niks. Ik hoor niks. Heb ik. Oh ja, ik heb deze... U kunt zo praten. Ik zal hem zelf even voor u indrukken. Hoort u nu nee, wat? Als u praat, moet u hierop drukken. Oh, ik moet hierop drukken. Ja, als u praat. Hoort u nu wat? Hoi, met Offele Boom. Ja, ik heb deze fiets hebben gewoon 4 jaar geleden echt in de winkel gekocht. En thuis heb ik ook nog het bewijsje liggen. Is dat een zomerfiets waar we het over hebben? Nou, het is een stadsfiets. Kunt u dat bevestigen? Ja, het is een stadfiets die ook in de zomer kan worden gebruikt. Maar er zit wel een stang op. Een stang op? Is het een damesfiets? Nee, maar hij is wel grijs, dat moet ik zeggen. Dus dat is een beetje het vreemde. Weet je hè? Ja. Nou, kan ik het bewijsje ergens laten zien dan? Ja, hoe het nu gaat, er komt straks een busje langs van de politie. Die neemt de fiets mee. Dan kunt u daar het bewijs over leggen. En als het frame-nummer klopt met het bewijs waarop die fiets gekocht heeft, krijgt u hem gelijk weer terug. Oké. Dus een reiskostenvergoeding van naar het verzamelpunt, want het zit bij Maastricht. Ik wil even uw longcapaciteit meten. Als u de 10 seconden haalt, krijgt u de fiets terug. Ik wil graag dat u 20 seconden hierop blaast. Even kijken of je hem 5 seconden aan kunt halen. Nee, kan niet 2 seconden, sorry. 3 seconden. 1 seconde. 1 seconde. Probeer, wacht even. Ja! Nee, ik wil hem. Nee, luister, ik wil hem. Ik wil hem 20 seconden blijven horen. Ja, mevrouw, dit zijn hele serieuze zaken. Wacht even, wacht. Ho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, u komt niet boven de 5 seconden. Ja. Ik zal eens even de meldkamer vragen, want bij elkaar zijn dit toch wat juridische feiten waarbij het een toestand is. Nou, wacht even. Hallo meldkamer hier, deze mevrouw wil wegrijden. De controlepost 2 kan haar opvangen als ze hier weggaat. Controlepost 2, mevrouw gaat er vandoor. Mevrouw, kunt u even hier komen? Dat ze je niet geslagen heeft, vind ik nog heel bijzonder. Het is echt ongelooflijk. Je staat natuurlijk met zo'n lullig hesje en zo'n petje. Ja. Met een hele foute plaksnor. Je kan hem hebben, hij stond je goed. Ja, hij stond goed. Dus, ja. En dat ze ook allemaal opbliezen. Er was één mevrouw, meen ik met... Die vond het wel een beetje smerig, maar die deed het uiteindelijk toch. Ja. Wonderbaarlijk. Ik had het nog niet gezien. Nou ja, maar we gaan nog even door. Want je fietst uiteindelijk ook nog even met de mensen mee. Wat wij gaan doen, wij gaan even rijden. Een stukje. En ik kijk even mee. En als ik zeg draai je om, dan draaien we om. En dan rijden we tussen die pionnetjes door. Uitstekend. 1, 2, ja. Ik kan gewoon fietsen. Ja, gewoon fietsen. Dat gaat helemaal prima. Kunt u rechterbeen uitsteken? Ja. Heel goed. En we gaan even uw hand uitsteken naar rechts. Ja, heel goed. En uw linkerhand. En trappen. Ja, trappen.
Ik help wel even een stukje. Oké, naar rechts. Oh, daar valt er een. En dan gaan we om dit pionnetje heen, tussen deze door. En proberen langs de paraplu te rijden. Langs de paraplu. Ja, dat niet over die pion. Als ik ja zeg, maakt u een noodstop. Ja! Ja! Nou, dat ging helemaal prima. U heeft geen 10, u heeft geen 7, geen 8. Het is een 5,5. Fietsen is gezondheid, dus daarom moet je conditie goed zijn. En we hebben nogal eens mensen die met een slechte conditie op de fiets rijden. En dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Uitstekend. Uitstekend. We doen nog even de reflexen testen, even kniebuigingen. We doen er 6. We doen er 6. We doen er 6 tegelijk. 1, 2. Ja. 1. Sneller. 2. 3. Dieper. 7. 8. 9. En nog een keer 10 erbij. 2. 3. 6. Het helemaal 7. 8. Nee, ja. Niet de fiets vasthouden. Probeer het maar. 3. 4. 5, 6. Nog even de handcoördinatie met uw rechterhand uw linkeroor aanwijzen. Met de linkerhand uw rechteroor. Met uw duim uw neus. Hoofdduim. Duim uw neus, ja. Kom ik even met de verkeersbordertest. Ik wil even vragen, wat betekent dit bord? Sekse vrouw. Een sekse vrouw? Mag ik daar seks maken, denk ik. Mag niet hier seks hebben? Nee. Verboden om pornografische filmopnames te maken. Ja, en dat is hier vooral in de bosjes. Hier ook? En heb ik hier nog een bord? Die bestaat niet. Ja, dit is een nieuw bord. Nee, die bestaat niet. Ja, dat is een bord dat er niet gepartied mag worden in bossen en andere struiken. Dus bestaat wel. Ik heb nog eentje, ik heb hier een bord. Wacht even hoor, ga ik even zo. Ja, ik heb hier een bord. Dat zijn twee paarden, maar ja. Wat zijn dat voor paarden? Kijk eens goed. Nou, als ik kijk naar. Ja, de verboden voor paarden. Verboden voor paarden, verboden voor cowboys is het eigenlijk. De nieuwe problematiek is dat er steeds meer cowboys in Amsterdam komen. Vanuit Amerika. Vanuit Amerika, oké. Okay. Uitstekend. U ziet er ook uit als een cowboy. U bent toevallig toch geen cowboy, hè? Nee, natuurlijk ben ik geen cowboy. Ja, dat is een mooie veer. Nee. Stel nou dat er een bord staat, een rond bord. En de rand is blauw en er staat een camera binnenin. Wat denkt u dat dan betekent? Dat je een gebied nadert waar gefilmd wordt. Ja. En u bent nu ook in een gebied genaderd waar gefilmd wordt. Wij worden nu gefilmd, op dit moment. Ja. Terwijl we hier staan te praten. En in de tussentijd dat we aan het wachten zijn. Nee, daar ga ik ook niet meer aan met u meewerken. Nee, heb ik een mededeling voor u? Ja. Dit was de leukste verborgen camera-grap van Nederland. En er staat daar een busje. Daarin zit de camera. Zwaai er maar even naar. Verborgen wiel in mijn auto. Met een fiets zit erop. Ja? Nee, ik ga niet zwaaien. Oh, dat vind ik prachtig. Dit is de leukste verborgen camera-grap van Nederland. Daar staat hij. Daar staat hij. Oh, ik zag het aan een snor. Hij staat daar. Zag je daar maar... Zwaai maar even naar de kamer. Dit is de leukste verborgen camera-grap van SBS6. Ah, houd toch op! Ja, leuk. En zwaai even naar de bus. Zwaai even naar de bus. Daar. Nee, je ziet hem nog steeds. Dat is de bedoeling daarvan. Daarste keer kijk ik naar het. Daarste keer denk ik, het kan mij toch niet gebeuren dit, hè. En dan toch. Ik vind het echt een uitstekende grap, dus dank je wel. En André, door jou echt uitstekend uitgevoerd. Vond u het niet een uitstekend idee? Ja, ja. Nou, zoiets uitstekends hebben wij eigenlijk nog nooit gezien. En dat uitstekend is toch best vervelend woordje eigenlijk, vind je niet? Ja, heel erg. Ja, jij zegt het ook bijna nooit, hè? Uitstekend zeg ik niet. Nee, kijk maar. Heel weinig. Zegt André nooit. Even kijken of u het bent. Dat klopt. Uitstekend. Deze moet los. Oké, uitstekend. Daar gaat hij. Verboden voor feest. Uitstekend. Uitstekend. Ja, uitstekend. Ja, heel goed. Uitstekend. Uitstekend. Toch willen we vragen om een slalomtest. Uitstekend. Je gelooft er helemaal niks van. Uitstekend. Dit is de tandem. Uitstekend. Uitstekend. Daar gaat hij. Oké, uitstekend. 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 Ik wens u een fijne dag. Uitstekend. Uitstekend. Goed. En is het duizelig worden alleen met blazen of ook met zuigen? Alleen maar blazen. Uitstekend. 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 10. Uitstekend. 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 Nou, dan gaan we even wachten. Uitstekend. Ja, uitstekend. Heeft u gedronken? Ja, uitstekend. Dat klopt. Goed, uitstekend. Wilt u een banaan?
Uitstekend. Goed. Uitstekend. Uitstekend. Naast elkaar. Uitstekend. 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 Ja, uitstekend. 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 Nou, uitstekend. 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 Zo. Uitstekend. 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 Dat is helemaal uitstekend. 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 Leukste verborgen camera-grap van SBS6. Uitstekend. Wordt nooit meer gebruiken. Nooit meer gebruiken. Ik ga even de uitzending van Wegmisbruikers ook terugkijken. Ik moet heel eerlijk zeggen. Dit is toch wel een hele stuk. Degene die dit filmpje heeft gemonteerd is op een gegeven moment gestopt. Ja. Dit is echt nog maar een kwart. Ja, we zijn geloof ik 240 keer gestopt met tellen. Nee, je hebt het heel veel gezegd, maar je hebt het absoluut geweldig en uitstekend gedaan. Uitstekend, dankjewel. Dankjewel. Ik krijg echt nog veel meer